Van toch nog uit deze corner. Ingedraaid door Bodoor. De keeper Castro die doet het. Het is 2-2. Piekenhagen ooit namens Heracles. En Castro nu namens Rode JC. Als er nog 15 seconden te spelen zijn. En het is onvoorstelbaar. Maar hij krijgt het voor elkaar. Castro naar voren gestuurd door Attenveld. En helemaal vrij bij de eerste paal. Want daar hadden ze er niet op gerekend. Op die doelman. Als het alle spelers van Roda niet lukt in 94 minuten, dan moet hij het maar doen. Castro weer naar voren. Ja, Van Vessum kan een moeilijke stap gaan dekken. En dan mikt hij hem binnen bij de eerste paal. Nemet, vlag blijft omlaag. Nu dan, Nemet, voorzet, afmaken, ja. Mitchell Donald wordt besprongen naar de 5-1. Nemet gaat goed door op de bal. Houdt hem ook nog binnen en heeft overzicht. Het is nog niet gemakkelijk voor Donald om hem A te controleren en B dan ook nog af te maken. Prachtige beweging, Oper. Vollmer trapt er geweldig in. Oper, 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 ja! 2-1 Roda. Is dit dan een beetje zijn wraak, zijn revanche? Per 1 juli aanstaande mag hij transfervrij vertrekken. En Rode JC wekte helemaal niet de indruk dat ze dat zo erg vonden. Maar hier laat hij toch even zien wat hij in huis heeft.